Hallo, Bart hier en ik. En ik ben hier terug met een nieuw filmpje voor de Happy Miners. Dit gaat een video worden waarin ik een nieuwe update met jullie ga bespreken. Ja, laten we maar gewoon beginnen. We beginnen met Pistons. Die zijn dus erbij gekomen in 1.7. Als het goed is, gewoon alles bij me. Je maakt een piston door hier cobblestone te doen, hier cobblestone. Een redstone hier. Een iron bar hier. En 3 hout aan de bovenkant. Dan krijg je een piston. Piston is eigenlijk redelijk simpel. Je kan hem zo neerzetten. Wacht, ik zet hem even anders neer. Je kan hem gewoon zo neerzetten. En dan kan je bijvoorbeeld een hendel gebruiken. Nu maakt hij. Hoe maakt hij die nou? Zo. Ik pak anders wel een paar. Pakken, 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 pakken. En die kan je dan zo naast zetten. Als je die overhaalt, gaat de piston omhoog. Dit werkt ook met blokken. Dus hij kan ook blokken optillen. Maar hij gaat wel stilstaan nadat hij is opgetild. Dat kan je ook fixen. Daar hebben we een zwevend blok. Hij kan dus een normale piston, hij kan alleen duwen. Maar als je wil dat de piston ook kan trekken. Oké, dat klonk echt heel vies. maar als je wil dat de piston ook kan trekken. Dan moet je dus, wat ik net deed, slime erop plaatsen. Dan is het zeg maar een sticky ding of zo. Ik weet niet precies hoe dat heet. Maar dan kan het dus ook hem trekken. Gadverdamme. Dus. Ik ga even laten zien wat ik met pistons heb gemaakt. Kijk, hier is nou de. Kijk, nou kan je gewoon lopen. Nou is de muur. Dat heb ik. Ja, ik heb niet. Dat heb ik dus even snel gemaakt. Je kan, denk ik, nog veel meer dingen ermee doen. Nog even B2, deze slimes heb ik een keer gevonden. Zelf. Nou, we gaan, denk ik, maar verder naar de volgende dingen. Je kan TNT, kan je nou met redstone afsteken. Dus, en fire, nee sorry. TNT kan je nou met vuur afsteken. Nou, dat ga ik even proberen, ik ben zo terug. Zoals je ziet heb ik nu hier wat TNT staan. We gaan het gewoon proberen of het echt werkt. Awesome. Oké, dit is een beetje verpest nou eigenlijk. Sorry Jasper. Maar ja, ik zou het nu ook, volgens mij kon je het al met redstone aanzetten hoor. We proberen dat ook maar gewoon eventjes. Zo, hier tegen de wand aan. Zit er een hendel naast. Paf. Nou, dat zijn dus een aantal van de dingen. Van wat er veranderd is aan TNT. Ik heb nou de voorkant van mijn fort. Een stukje van de voorkant van mijn fort opgeblazen. Dus. Wow, wat is daar eigenlijk gebeurd? Nou, we gaan nou maar gaan naar het volgende. Je kan shears maken. Dat zijn de scharen. Ja, ik heb het hier gewoon allemaal naast staan wat er nieuw is. Dus laten we dat gewoon lekker gaan. Doornemen. Hoe je maakt is gewoon simpel. Je doet zo. En je hebt de shears. Nou, wat je ermee kan doen. Je kan er eigenlijk meerdere dingen mee doen. Het is ten eerste is het bedoeld om schaven mee te scheren. Kijk. Gelijk een leuk voorbeeld. Zo. Zo kan je hem scheren. Je kan hem dus nou scheren zonder hem pijn te doen, zeg maar. Krijg je geen... Voel je niet schuldig omdat je schaap hebt gedood. Ik word wel eens emotioneel daardoor. Dus. Het heeft nog een andere belangrijke functie. Je kan er leaf mee zo mee kapot maken. En dan kan je het weer oppakken. Zoals je ziet heb ik nou leaves in mijn inventory. Weet je wat? Ik zal mijn god niet weten wat je ermee kan doen. Maar het kan nou wel. Oeps.
Dus daar ga ik nou maar een beetje iets gaas mee doen. Ik hoop niet dat het zo in één keer een creeper me opblaast. Maar dat zal wel meevallen, denk ik. Ik ga allemaal leaf blocks verzamelen. Zo pro ben ik. Oké. Okay. We hebben flink wat leaf blocks. Daar gaan we een gigantische toren van maken. Lekker bos. Die dingen verwijt. Die dingen gaan blijkbaar weg. Oh, dat was wel epic veel. Maar ja, de... Oh ja, laatste update. Dat is... Hey, skeleton. Wow. Dat zijn de slijpe dingen. Die glitcht een beetje. Nou ja, wat ook nog een update is, als je hem dus nou gewoon slaat met je hand, krijg je geen wol meer uit een schaap. Dus eigenlijk is het gewoon moeilijker om wol te krijgen. Want je hebt dus iron nodig voordat je wol hebt. Ik kijk of ik echt een schaap zie. Waarschijnlijk niet. Want de game haat mij. Dus even kijken. Hey cool, we gaan weer meer leaf blocks verzamelen. Like a boss. Oh, dit is echt heel droog. Ik heb het al wel een keer eerder leaf blocks gehad. Je kon er wel leaf blocks hebben, maar dat was met IMV edit. Dus dat is eigenlijk gewoon lullig. Nou, en weet je, je kan er ook ramen maken van leaves. Maar waarschijnlijk gaat die wel zo weg. We gaan een huis maken. En dan met leaves blocks als ramen. Ah! Fuck. Ik haat creepers. Ik haat creepers. Sorry, ik ben voor. Ik reageer altijd een beetje heftig als een creeper me opblaast in één keer. Je weet wel. Ik zag hem in één keer voor me staan. En ik wist dat mijn einde nabij was. Dus, nou, ik denk dat we dit videootje een beetje snel moeten gaan maken, nou. Ik zal mijn spullen wel pakken en dan zal ik hem wel eindigen. Jasper en ik hebben laatst ook een server aangemaakt. Gewoon om ons voor de grap op te spelen. Shit, het wordt nacht. Oké, daar gaan we weer. Oké. Sorry mensen, ik kon het gewoon niet laten. Moet mijn spullen terug. Server kan je niet op peaceful zetten. Waar zijn ze? Ik heb... Nou ja, in ieder geval Jasper en ik hadden toen een server aangemaakt. En mijn huis is geloof ik 3 keer opgeblazen door creepers. Jasper's huis is... Shit. Ik word beschoten. Waar zit die? Daar! Shit, sorry. Oh mijn god! Allemaal, dit is geen update videootje meer. Dit is gewoon een evil videootje. Waarom staan ze niet in de fik? Oh. Waarom niet? Ik vind dit niet leuk. Dit is niet leuk. Ga dood. Hoe komen hier in behoud zoveel skeletons? Dat doet me denken aan... Shit, nog eentje. Spullen. Wegwezen! Oh nee, nog een creeper. Oh snap. Zo kan ik komen. Ah! Oh mijn god, dude. Oké, dit is het einde van deze rare episode met allemaal monsters. Terwijl het eigenlijk een update video zou zijn. Ik zie jullie in de volgende episode. Bye bye. Ik bedoel, niet in de volgende episode. Maar ik zie jullie zo snel mogelijk. En dan waarschijnlijk samen met Jasper. Tja, bye bye.